Onder andere met dit leuke... Hoe noem je dit? Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe Action DIY. Mijn naam is Elise. Misschien ken je mij wel van mijn creatieve YouTube kanaal Elise Dingen. En vandaag heb ik twee leuke en makkelijke paas DIY's voor je. Zelf heb ik via Click & Collect mijn spulletjes gehaald. En ik ga je zo eerst laten zien welke spullen ik heb gehaald voor welke DIY's. En daarna laat ik je zien hoe we de DIY's gaan maken. En heb je nou net als ik eigenlijk heel veel zin in paaseitjes? Geef deze video dan een duim omhoog en dan gaan we gauw beginnen. En over paaseitjes gesproken, de eerste DIY die we gaan maken, die is speciaal voor paaseitjes en ander paaslekkers. Ik shopte deze 3 liter grote wekpot. En deze gaan we helemaal versieren zodat die paasproof is. Onder andere met dit leuke... Hoe noem je dit? decoratiesetje. Dit leuke paasdecor. Het is een heel schattig konijntje of paashaasje in een kleine tuin. Ook heb ik een rol jute touw en gekleurd garen. Ja, we maken natuurlijk die pot voor al het paaslekkers, maar dan moet er natuurlijk ook wat in, dus ook dat heb ik geshopt. Ik heb hier een zak met gewoon paaseitjes in melk, puur en witte chocolade. Ook heb ik deze Reese's Peanut Butter Eggs. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit smaakt. En ik heb KitKat paaseieren meegenomen. Ja, genoeg lekkers dus. Tijd voor de DIY. Deze glazen pot is de basis van onze DIY. En ik ga hem als eerste even leeghalen. Want ja, dit hebben we niet nodig. Dus dat kan eruit. En deze bewaren we wel goed. Die hebben we straks nodig als we het deksel gaan sluiten. Maar dat is nu nog niet aan de hand. En daarnaast gebruik ik voor deze DIY mijn lijmpistool. Als je aan de slag gaat met een lijmpistool, wees dan voorzichtig. Ze kunnen ontzettend heet worden en hete lijm op je handen krijgen is niet zo fijn. Dus wees voorzichtig voor jezelf en ook met je ondergrond, want daar wil je ook geen lijm op hebben. Ik heb mijn pot neergelegd en ik heb hier ook mijn jute klaar liggen, want dit ga ik zo meteen tegen de onderste helft van de pot aanplakken. Voordat ik dat doe, moet ik natuurlijk eerst een beetje lijm gebruiken. En ik plak een beetje lijm hier aan de onderkant van de pot. En daar ga ik mijn jute tegenaan plakken. Voordat je verder gaat, is het slim om dit even goed aan te drukken. En ik probeer vooral aan de zijkanten te drukken, niet op de plek waar de lijm daadwerkelijk zit. Want dan komt het onder het jute weg en dat doet best wel zeer aan je vingers, die warme lijm. En als je denkt dat het stevig vast zit, dan kun je verder gaan met de volgende zijkant. Bij je beginnetje bent aangekomen, dan plak je daar ook een beetje lijm op dat stukje touw en daar gaat je jute overheen. Dan heb je dat meteen mooi weggewerkt. En nu gaan we eigenlijk gewoon verder boven het touw langs, gewoon steeds meer laagjes maken totdat jij het ver genoeg vindt. En het kan een klein stukje zijn, het kan iets verder zijn, het is maar net wat je leuk vindt. En nu we de eerste laag hebben geplakt, doe ik iets minder lijm. Dus nu doe ik gewoon om de zoveel plekken een beetje lijm. En ook een beetje op de tafel. Als je een placemat hebt, is handig om te gebruiken. Maak je niet te veel zorgen als je niet super netjes bent geweest met lijm, want zodra het droog is, knip je dit soort klodders er gewoon af. Wees wel voorzichtig dat je niet het jute doorknipt natuurlijk. Zo, zie je niks meer van. Als je tevreden bent met het jute, dan pakken we ons garen erbij. Hier gaan we namelijk pompons mee maken en die plakken we straks weer tegen de pot aan.
Het maken van pompoms is eigenlijk heel erg simpel. Je begint met een klein stukje garen. Zo. En dat knip je af. En dit bewaren we voor later. Dus dit schuif ik even helemaal zo door tot hier. En dan pak ik de rest van mijn garen. En dit wikkel ik hier zo om mijn vinger heen. Ik maak zelf altijd nog even een knoopje aan het begin. En daarna is het eigenlijk net zo lang wikkelen tot je vrij veel garen om je vingers hebt. Garen hebt gebruikt, dan is het tijd om het af te knippen. En ik knip het zo af dat het uiteinde hier zo aan de zijkant hangt. Dat het even lang is als wat ik om mijn vingers heb gewikkeld. En dan is het tijd om dat touw wat we eerder hebben gepakt, om dat erbij te pakken. Daarmee maken we namelijk een knoopje om het garen heen. Als je er een stevig knoopje omheen hebt gemaakt, dan is het tijd om de bovenkant en de onderkant los te knippen. Dus we knippen eigenlijk door de lussen heen die we hebben gemaakt. En zo heb je dan een pompom gemaakt. En als je wil, kun je hem nog een beetje bijknippen, dat hij even naar de kant kan. Zoals deze lange draad bijvoorbeeld, die zou ik zelf zo iets korter maken. En af en toe vind je nog een lusje die niet open is. En het leuke aan dit garen is dat hoe langer je ermee bezig bent, hoe meer kleuren je tegen zult komen. Maar wij gaan nu voor deze. Ik heb mijn wekpot er weer bij gepakt en ik ga nu de pompoms hier op het jute plakken. Stevig aandrukken, maar wees dus wel voorzichtig met hete lijm. Ik doe er denk ik eentje aan deze kant en eentje aan de tegenovergestelde kant. En heb je hier en daar nog wat losse lijmdraden, die kun je straks ook gewoon losknippen als ze droog zijn. Geen zorgen. Zo, deze zitten er nu goed op. En voor de bovenkant heb ik ook nog iets leuks. Ik had je eerder toch dit leuke paashaasje laten zien. Deze plakken we op de bovenkant van onze wekpot. En ook deze plak ik gewoon vast met mijn lijmpistool. Even goed aandrukken, dat je zeker weet dat die zo meteen goed vast zit. En je kunt het tafereeltje ook altijd nog een beetje optillen en hier nog een druppeltje lijm onder plakken. En nu het leukste, tijd om te vullen. Onze tweede DIY is eigenlijk nog veel makkelijker. Wat ik daarvoor geshopt heb zijn deze kurkenonderzetters. Dit is een pakje van 3. En ik heb heel veel tubes verf. Ik heb zelf geel, rood, zwart en wit. Maar je kunt ook andere kleuren gebruiken als je dat liever doet. Voor de volgende DIY gebruiken we verf en kurkenonderzetters. En natuurlijk kwasten om mee te verven. Ik begin met de witte verf en daarmee verf ik aan de onderkant van mijn onderzetter een soort eierschaal. We maken zo meteen een kuikentje die uit een ei komt. Mocht je het nou lastig vinden om de vorm van de eierschaal scherp te maken, dan kun je dit ook afplakken met bijvoorbeeld washi tape. Muziek.
we verder gaan, moet deze even drogen. Maar dan kan ik in de tussentijd gewoon nog eentje maken. Als de gele en witte verf droog is, is het tijd om een gezichtje te maken. En ik begin met een snaveltje. Daarvoor pak ik rood. En dat meng ik met een beetje geel. Je zou ook rood kunnen gebruiken, maar ik vind dat net iets te fel. Ik vind het leuker als het net iets meer oranje is. Een beetje zoals we nu hebben. En daarmee maak ik een snaveltje. En ik maak een kuikentje met zijn snaveltje open. Zo. En dan dip ik de achterkant van mijn kwast in de zwarte verf. En daarmee maak ik twee oogjes. Zo. En je kuikentje is klaar. Een andere leuke manier van oogjes maken zijn oogjes in de vorm van een boogje. Die zien er ook heel schattig uit. En nog een laatst leuk idee. Je kan natuurlijk ook het kuikentje omdraaien. Dus dat hij niet uit een eierschaaltje komt, maar dat hij een eierschaaltje op zijn hoofd heeft. Maar dan teken je dus ook het gezichtje andersom. Dit waren dan mijn twee makkelijke paas-DIY's. Ik ben heel benieuwd of jij één van deze twee, of misschien wel allebei, na gaat maken. Laat het me weten in de comments hier beneden. En ook als je me een beetje anders maakt, laat me dan vooral weten hoe je dat doet. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Wil je nou geen enkele video missen? Je kunt je abonneren op dit kanaal. En misschien zie ik je dan wel bij de volgende DIY-video terug. Lijkt me leuk. Tot de volgende keer. Doei!